In deze presentatie zal ik het drie-stapsprincipe van elke monstervoorbewerkingsprocedure uitleggen. Laten we eens naar het volgende vaste monster kijken. Ons analysedoel is om de chocolade in het chocolate chip cookie te bepalen. Het monster bestaat hierbij dus uit het cookie monster met een chocolate chip cookie. Wat is een monster in de chemie eigenlijk? In monstervoorbewerking begin je met het monster. Dit monster bestaat voor de analytische chemie uit twee onderdelen. Hetgene wat niet interessant is, dat noemen we de matrix, en hetgene wat we wel interessant vinden, en dat noemen we het analiet. In dit geval is de chocolade het analiet en dus interessant. De rest, het cookiemonster, en het deeg van het koekje is de matrix. Het belangrijkste doel van de monstervoorbewerking is om het analiet van de matrix te scheiden. De eerste stap in de monstervoorbewerkingsprocedure is de homogenisatie. Hieronder vallen ook technieken zoals malen en zeven. Ons monster was het cookiemonster met het chocolate chip cookie. Het zou handig zijn om in de eerste stap het cookiemonster en het koekje te scheiden. Dit zou je doen door middel van een zeef. Het cookiemonster is behoorlijk groot en zal niet door de zeef heen gaan. Indien je een zeef kiest met bepaalde grootte van gaten, zal het koekje daar wel doorheen kunnen gaan. Het analiet, de chocolade, zit in het koekje en gaat dus ook verder. Grondmonsters worden bijvoorbeeld ook gezeefd. Wat er dan wordt gedaan is als je een grondmonster neemt, wat je zou willen gaan analyseren met gaschromatografie, dan worden de takjes, de steentjes en de beestjes verwijderd uit het grondmonster door middel van zeven. Dus, in stap 1 wordt het monster gehomogeniseerd en worden de grote delen verwijderd door malen, zeven en dat soort technieken. Het cookiemonster is nu verwijderd en wat we overhouden is het koekje. Om de chocolade hier uit te halen, zou je dit koekje kunnen verkruimelen. De stukjes koek zou je dan kunnen scheiden op koek met chocola en koek waar alleen maar deeg in zit, dus waar geen chocola in zit. De koekdeeg, de matrix, blijft dan achter en het analiet, de chocola, zal verder gaan. Dit proces is een voorbeeld van stap 2. In de monstervoorbewerkingsprocedure. Dat is namelijk om de bulkmatrix te verwijderen. Als we kijken naar het grondmonster, dan zouden we bij het gezeefde grondmonster een hoeveelheid pentaan kunnen voegen. Hierbij gaan we ervan uit dat het analiet van interesse in pentaan oplost. Er zullen veel meer verbindingen in grond zitten die ook in pentaan oplossen. Maar ook heel veel verbindingen in het grond zullen achterblijven. En zo heb je een scheiding van het bulkmateriaal van het grond en het analiet met nog een aantal andere interfererende verbindingen. Dus nu hebben we de stukjes chocolade met nog een klein beetje matrix eromheen. In de derde stap van onze monstervoorbewerking gaan we ons analiet, de verbinding van interesse, de chocolade, uit de rest van het monster halen. En dat doen we door een eigenschap te kiezen die het analiet heeft en de rest van de interferenties niet. Bij chocola zou je bijvoorbeeld warmte kunnen gebruiken. Als je de restante koek zou verwarmen, zou het chocola eruit smelten en het deeg van de koek zou achterblijven. Op deze manier krijgen we de chocola redelijk puur uit de koekjes en hebben we het cookiemonster met het chocolate chip koekje hebben we gescheiden van de chocolade die in het chocolate chip koekje zit. Dit kunnen we ook weer terughalen naar ons grondmonster. We hebben nu het grondmonster in pentaan zitten. Daar zit ons analiet in en waarschijnlijk nog een aantal interfererende andere verbindingen. Nu kunnen we bijvoorbeeld een vloeistof-vloeistof extractie gebruiken om dit nog verder te fine-tunen, zodat het analiet achterblijft en een groot deel van de interfererende verbindingen weggaat naar de andere vloeistoflaag. Hierbij maken we dan gebruik in de eigenschappen van oplosbaarheid in het analiet die de interferentie niet zou hebben. Dus, in samengevat, in stap 3
extraheer je de analieten van interesse, gebruikmakende van de eigenschap van het analiet. In de chemie vallen hier onze voorbewerkingsprocedures zoals vloeistofextractie, SPME, Purge and Trap, Soxhlet en E-zonde. Samengevat, wat heb ik in deze presentatie verteld? Monse voorbewerking bestaat grofweg gezien altijd uit 3 stappen. De eerste stap is de homogenisatie van het monster. Hierbij worden ook grove stukken, zoals takjes en dat soort dingen, verwijderd. De tweede stap is om de bulkmatrix te verwijderen. En in de derde stap ga je een methode kiezen waarbij je kijkt naar het eigenschap van het analiet. En dan ga je het analiet extraheren.